Goedemorgen allemaal en hartelijk welkom namens het Zoeterbeek-programma en uitgeverij Boom bij deze avond over Michel Foucault en de moed tot waarheid. Graag stel ik u voor aan Laurens ten Katen. Hij zal deze avond verder leiden. Laurens ten Katen is universitair docent filosofie en religiestudies aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. En hij is ook als redacteur verbonden bij de uitgave van de Moed tot Waarheid. Hij zal wat meer over het programma vertellen. Oké. Welkom. Mooi dat u in zo'n grote getale bent afgekomen op deze avond over Michel Foucault. Als ik net zo de filmpjes op de achtergrond zag, verplaatste ik me weer in het Parijs van de jaren 60. Parijs van de filosofen, een duister hol waar erudiete mensen met elkaar discussiëren over allerlei ingewikkelde zaken. Het is prachtig om het hier ook te zien, zo in de zaal als je binnenkomt, je daar opeens de kamerkop van Foucault. Namens uitgeverij Boom wil ik allereerst het Zoeterbeek-programma bedanken voor het organiseren van deze avond. Een prachtige avond, denk ik, dat het gaat worden over de moed tot waarheid. Het allerlaatste boek in het Nederlands van Michel Foucault. Uitgeverij Boom en uitgeverij Sun, sinds 2002 samen. Die twee uitgeverijen hebben in Nederland sinds de jaren 70 een groot deel van Foucault's oeuvre uitgegeven. Van de geschiedenis van de waanzin, de geschiedenis van de seksualiteit in drie delen, diverse bundels met essays van Foucault tot recentelijk heruitgave eigenlijk van De Woorden en de Dingen, Foucault's vroege meesterwerk uit de jaren 60, uit 1966 om precies te zijn. En dan vandaag de bundeling van zijn laatste collegereeks uit het voorjaar van 1984, vlak voordat hij in de zomer van dat jaar als een van de eerste AIDS-slachtoffers moet sterven. De moed tot waarheid, Courage de la vérité, is natuurlijk het Nederlandse boek. Dit is de Franse uitgave, enkele jaren eerder. De moed tot waarheid is dus in zekere zin Foucault's ongewilde testament. Ongewild, want ongepland. Tijdens de collegereeks die hij aan het geven was, hoorde hij de diagnose dat hij een geheimzinnige ziekte had, die enkele maanden later al fataal werd. Het boek is vorige maand al verschenen bij ons uitgeverij, uitgeverij Boom, in een heldere, mooie vertaling door Ineke van der Burg. Het gaat hier om gesproken woord. Het zijn colleges, live colleges. Ineke van der Burg is er op een wonderenswaardige manier in geslaagd dat gesproken karakter te bewaren. En toch ook te stroomlijnen tot schrift. Het is een boek, schrift. Het is alsof we Foucault horen spreken, alsof we met onze oren aan het lezen zijn. En tegelijkertijd mogen gluren in zijn aantekeningen, zijn krabbels, zijn half uitgeschreven teksten die Foucault had voorbereid en die op zijn lessenaar lagen. Lezen met de ogen, lezen met de oren. Dat is wat je moet doen als je dit boek ter hand neemt. Voor wie niet onmiddellijk tijd heeft om het boek te lezen, maar toch een indruk wil krijgen, verwijs ik naar de prachtige bespreking van 8 bladzijden in het 8 bladzijden, hoor het goed. In het laatste nummer van Filosofie Magazine. De auteur is Marlie Huijer en ze heeft er een prachtig historisch profiel van gemaakt. Laatste nummer van Filosofie Magazine. Absoluut aanrader. Het belangrijkste woord in de colleges van de moed tot waarheid is vrijmoedigheid. Paresia. Een groot deel van Foucault's laatste onderzoek, de laatste jaren, handelt over dat woord. Vrijmoedigheid. Met paresia hebben we direct de begrippelijke driehoek voor ogen die Foucault als gereedschapskist, als instrumentarium dient. Moed tot waarheid, vrijmoedigheid, zeggen moed, en vrijmoedigheid, dat wil zeggen vrijheid. Waarheid, vrijheid, moed. Drie sleutelbegrippen die centraal staan in de bundel. Die ook een hele goede introductie biedt tot Foucault's denken. Kernteksten van de filosoof, interviews, uitvoerige inleiding. Ik heb het over de bundel Breekbare Vrijheid, die
bij Boom een aantal jaren geleden verscheen. De collegereeks voor het illustre Collège de France is pas onlangs op basis van geluidsopname en de aantekening van Foucault uitgegeven. De prachtige reeks van Edition du Seuil en Gallimard in Parijs, onder redactie van François Ewald en Alessandro Fontana. Een half jaar eerder, in de herfst van 1983, was Foucault in de Verenigde Staten. En daar hield hij ook al een lezing, een reeks over vrijmoedigheid. Je ziet het onderzoek, dat duurde langer. En die lezingen zijn wel al eerder gepubliceerd en ook in het Nederlands uitgegeven onder de titel Parasia. Eerst in 1989 al en daarna opnieuw in 2004, dit mooie boekje. De kleine uitgeverij die dit boekje verzorgde, gaf zichzelf, grappig genoeg, de naam van het boek, Uitgeverij Parasia, verbonden met de tijdschrift Crisis. Foucault is zonder twijfel een van de meest aanstekelijke en inspirerende denkers van na de Tweede Wereldoorlog geweest. Hij had alles wat het perfecte plaatje voor een hedendaags intellectueel nodig heeft. Enorme eruditie, vernieuwend, soms chockerend, sterk engagement met de politieke gebeurtenissen van zijn tijd en vooral een geweldig spreker en debater. Foucault hield niet van grote zalen, zoals deze bijvoorbeeld. En hij hield helemaal niet van goeroe-verering, maar hij kwam er niet onderuit. Zijn eloquentie en improvisatievermogen was zo verbluffend, juist omdat hij eigenlijk helemaal geen spreker wilde zijn. Geen gever van hoorcolleges en van lezingen. Toen hij in de jaren 70 eens te gast was op het Frans Instituut van de Utrechtse Universiteit, ik zat achterin als een nieuwsgierig studentje. Toen vroeg hij, toen hij achter het spreekgestoel de plaats nam, vroeg hij aan de zaal, waarover wilt u het met mij hebben? De verbaasde letterkundigen verwachten een kloeke lezing van een beroemde filosoof, maar Foucault had helemaal geen lezing. Doodse stilte. Lange stilte. Toen uiteindelijk uit de zaal enkele schuchtere voorstellen voor een onderwerp kwamen, ging hij daar moeiteloos op in en praatte een paar uur lang. Ik zag die man en hoe hij ontzettend genoot van het woord, van het experimenteren met gedachten, het vinden van nieuwe lijnen, verbanden, het uitlokken van vragen. Denken is verleiden, zou je Foucault's credo kunnen noemen. Die verleiding vond overal haar weg, zelfs naar de schitterende typetjes die Cote en Bie in de jaren 80 maakten. Hier ziet u dokter Wout van Haaften, filosoof. Een geweldige kopie van Foucault. Trui, colbertje eroverheen, vlindertjes bril met die suffe, nog niet ontspiegelde glazen, kale kop. Maar de bijbehorende tekst van Kees van Cote en Wim de Bie, die vertolkt de verleidelijkheid die alleen al van de naam Foucault uitging. Ik citeer, op mijn 30ste onderging ik grote invloed van Foucault, zonder nog iets van hem gelezen te hebben. Oké, de nep Foucault kan weer weg. Exit Kees van Cote. Dat zoveel van Foucault's werk in het Nederlands beschikbaar is, geeft aan dat zijn denken heel invloedrijk was en is. Het vormt een omslagpunt in het denken over macht, over politiek, ethiek, over taal en wetenschap, humanisme, seksualiteit. Nog breder geformuleerd, het markeert een omslagpunt in het denken over de mens, over onszelf. Het heeft ertoe bijgedragen dat we onszelf anders zijn gaan zien, omdat de tijd waarin we leven anders is geworden. Foucault analyseert als geen ander, als filosoof, deze tijd waarin we leven, met enorme nauwkeurigheid en durf. Ligt haar wordingsgeschiedenis, of zoals hij het noemt, genealogie, archeologie, bloot. Maar naast deze analyses, van een verschuivend mensbeeld zou je kunnen zeggen, vormt zijn werk ook een pleidooi. Een pleidooi om onze levens anders te leiden. Anders te leven. Maar waarom anders?
En hoe doen we dat ons leven veranderen? Wat heeft zo'n verandering met vrijheid en met waarheid te maken? Dat zijn de vragen die we vanavond aan Foucault en aan onszelf zullen stellen. Voor hen die er na vanavond nog niet genoeg van kunnen krijgen, vermeld ik nog dat de moed tot waarheid ook zal worden gepresenteerd in Amsterdam. In de Rode Hoed op 31 oktober aanstaande. Haast u, het is bijna uitverkocht. Koopt u vanavond alle dit fraaie boek, dan bent u op 31 oktober goed voorbereid. Oké, programma voor vanavond. Straks een gesprek met de spreker, de hoofdspreker van deze avond. Naast mij zit, ik zal hem zo aan u voorstellen. Vervolgens een gesprek met u in de zaal. Ik zal dat trachten te voeren en te leiden. Voorafgaand aan het gesprek nu eerst de lezing, en wel door Michiel Kaskas, emeritus hoogleraar politieke filosofie aan deze universiteit. Kaskens stond aan de wieg van de Nederlandse Foucault-receptie. Met dit legendarische, je ziet, ik heb het stuk gelezen, het is volstrekt beduimeld. Dit legendarische nummer van het tijdschrift De Elfde Uren uit 1981. Waaraan Kaskens bijdroeg met zijn artikel Foucault en de klassieke machtstheorie. Het is mooi dat we jou hier hebben, Michiel, precies 30 jaar later eigenlijk. Destijds opende je je lijvige studie met de volgende apodictische woorden. Al enige tijd gaat het in de filosofie niet meer alleen over het ene, het ware en het schone, maar over gevangenissen, gekkenhuizen en seks. Openingszin van het artikel. Toch spreek je nu, Michiel, na al die jaren, opnieuw over het ware. Leg dat eens aan ons uit. Michiel, aan jou het woord. Dankjewel, Laurens. Nee, filosofie gaat niet over het ene, het ware, het schone. Maar in de filosofie, net zoals in het dagelijks leven, in de wetenschap, moet je wel de waarheid spreken. Dat is eigenlijk de simpele boodschap waar ik het vanavond met u over wil gaan hebben. Naar aanleiding van die mooie colleges van Foucault, zijn laatste colleges, die heet De Moed tot Waarheid. En die gaan over waarheid spreken. Wat is waarheid spreken en wat heeft dat te maken met het... Ja, ik moet zo nu nog even daar naartoe kijken, want ik moet even wat wijzen, dus soms sta ik ineens met mijn rug naar u toe. Wat is waarheid spreken en wat heeft dat te maken met de klassieke vraag, de klassieke filosofische vraag? Vroeger als je filosofie ging studeren, dan was het eerste wat je te horen kreeg, filosofie gaat over wat is waarheid. Ik heb het dus vanavond niet over wat is waarheid, maar wel over wat is waarheid spreken. En dat is in feite een vervolg op die openingszin en dat boek dat toen mijn dissertatie heette, die ik bijna 30 jaar geleden heb geschreven. Een vervolg dat ik nu kan geven, omdat de colleges waar Foucault naar we wel wisten en we hoorden, en hier en daar hoorde je en kreeg je een bandje te beluisteren, waar Foucault mee bezig was, in zijn laatste jaren, maar daar was verder niks over bekend. Foucault was bekend. Ik zal het terloops over Foucault hebben, maar mijn verhaal gaat niet over, is niet bedoeld om Foucault uit te leggen. Mijn verhaal gaat over wat moet je doen als je waarheid spreekt. In hoeverre is de moed tot waarheid een waarheid moeten spreken. Verbind dus een beetje flauw de moed met een D met de moed met een T. En u mag dan zelf bekijken of daartussenin zich vrijheid bevindt, of misschien helpt het anders. Foucault heeft het eigenlijk altijd over waarheid gehad, maar wel op een nogal rare manier. Op een manier waar normale filosofen niks mee konden. En daardoor werd hij altijd als een, eigenlijk niet echt als een filosoof beschouwd. Een historicus die het over
gevangenis, seks, nou in het begin over wetenschappen, menswetenschappen had. Maar ja, waar moet je daar als filosoof nou mee? In dat proefschrift heeft als titel Waarheid als macht. Dat was in die zin, wil ik nu best even zeggen, vooruitzien. Want ik probeer daarin te laten zien dat Foucault eigenlijk steeds met het waarheidsvraagstuk bezig is. En dat hij dat juist doet door het als macht op te vatten. In zijn laatste jaren zie je dat Foucault heel expliciet gewoon over waarheid steeds heeft. Maar niet in de zin, in de filosofische zin van wat is waarheid, maar wat doe je wanneer je waarheid spreekt? Hoe ziet dat eruit? Welke vorm kent dat? En wat moet daar? Wat gebeurt daar niet alleen feitelijk, maar wat gebeurt daar, om het maar even zwaar te zeggen, moreel? Waarom moet je waarheid spreken? Dat is eigenlijk een vraag die in zekere zin heel simpel is en veel beter door iedereen te beantwoorden is dan de vraag, wat is waarheid? Want dan gaat iedereen meteen een beetje naar boven zitten kijken, want meestal denken ze dat het daar ergens is, of staan ze naar de einde zitten staren, want waarheid heeft iets oneindigs of zo. Terwijl, waarom moet je waarheid spreken? Eigenlijk iets is wat iedereen gewoon, ik zou bijna durven zeggen van nature, maar ik wil niet in biologische discussies terechtkomen, wat iedereen gewoon doet en weet. En vooral in de verbodsvorm. Want de negatieve kant van je moet waarheid spreken is heel simpel. Precies, exact. Gij zult niet liegen. En dat kennen we allemaal. Staat niet echt in de 10 geboden. Hoewel een van de 10 geboden zegt wel dat gij geen valse getuigenis mag afleggen. Daar zal ik het nog even over hebben. Maar iedereen weet, ieder kind, dat nou vanaf een jaar of 4, dat weet. Gewoon heel simpel, gij zult niet liegen. En iedereen van u, u bent allemaal kind geweest en heeft gemerkt dat op een gegeven moment ineens erin kwam. Het werd natuurlijk ingestopt door je ouders, maar iedereen van u weet ook vanaf dat moment heel goed wanneer hij liegt. Dat is tamelijk simpel. Anderen denken dat ze het meteen kunnen zien aan de ogen of aan de manier waarop de mond beweegt, maar u zelf weet verdomd goed wanneer u liegt. En u weet dat, ja, echt is dat hele simpele logica, omdat u weet wat waarheid is. In ieder geval omdat u weet wat waarheid zeggen eist. Nou, dat is eigenlijk het verhaal wat ik u vanavond wil vertellen, naar aanleiding van die colleges van Foucault. De organisatoren hebben me gevraagd, wil je een inleiding houden en wil je een stukje tekst daarbij lezen? Nou, dit is de tekst die ik wil lezen. Dit zijn de laatste woorden van Foucault. Een beetje dramatisch gezegd, het zijn de laatste woorden die in dit boek, en dit boek was het laatste college, 3 maanden later was hij dood, dat hij gegeven heeft, de aantekeningen van het college, de allerlaatste zin van de aantekeningen van het college, waren deze zinnen. Ik lees nu even rustig deze tekst, dan ga ik een verhaal houden en dan kom ik terug met deze tekst en dan gaan we samen lezen. Mijn boodschap is namelijk dat we het de moed tot waarheid betekent, wij moeten waarheid spreken en dat betekent wij moeten, ja, klinkt een beetje, maar laat ik het toch maar even simpel zeggen, wij moeten veranderen. En wij moeten durven veranderen. Dat durven, dat is de moed. Hoe kan dat en hoe werkt dat? Laat ik gewoon eerst beginnen bij de gewone overzicht over hoe je over waarheid kunt spreken. En ik gebruik daarvoor het werk van Foucault zelf. In zijn eerste boeken, dat zijn geschiedenissen, geschiedenis van de waanzin, geboorte, geschiedenis van de geneeskunde, de geschiedenis van de menswetenschappen. In zijn eerste boeken spreekt hij nooit expliciet over waarheid,
De term gebruikt dat heel vaak. En dan valt die altijd in verband met weten. Dat is de klassieke manier waarop waarheid aanwezig is in de filosofische discussie. Als je zegt dat je iets weet, dan is het ook, als je het echt weet, dan is dat wat je weet, is ook waar. Dat klopt ook. Dus de kennis is ook waar, maar het gaat niet om de kennis alleen. Die kennis is altijd verbonden met dat wat je kent. Dat heet de zaak. Die zaak is waar. Dat is wat zich als eerste stelt. En omdat die zaak waar is, is jouw kennis van die zaak, als het klopt, is ook waar. Dus je hebt een verhouding, een probleem, wordt het meestal door de filosofen genoemd, van mijn kennis, ons weten, dat de pretentie heeft om te kloppen, om waar te zijn. Dat is wat wij doen, denken, kennen. En dat wat waar is, dat is de zaak. Dat is de klassieke manier waarop een eerste of tweedejaars filosofie student in, meestal in het vak kennisleer, tegenwoordig heet het waarschijnlijk breinkunde in een evolutionaire zin, te horen krijgt. Er is een probleem, dat is het probleem van de verhouding tussen zaakwaarheid, dat wat echt is, wat het is, en kenniswaarheid, de kennis van die zaak. Maar tegelijk is dat probleem er eigenlijk helemaal niet. Zoals de logicus Tarski snel heeft duidelijk gemaakt. Want als je vraagt, klopt het dat sneeuwwit is? Dan zegt hij, dat klopt als sneeuwwit is. Dus zaakwaarheid en kenwaarheid zitten eigenlijk altijd liggen op elkaar. Maar ja, wij kennende wezens vertrouwen dat toch niet helemaal. Want, bekende voorbeelden, als ik een stok in het water steek, dan kijk ik en dan lijkt die gebroken te zijn. Bijvoorbeeld wat Descartes gebruikt om een hele waarheidstwijfel op te zetten. He? Als ik zeg dat 1 en 1 2 is, wie zegt dan dat er niet een of andere duivelse geest is die dat mij voortovert, terwijl het de hele werkelijkheid bestaat uit de werkelijkheid waarin juist 1 en 1 3 is. Welke garantie heb ik dat dat klopt? Nou, dat soort twijfels maken dat we een onderscheid maken tussen waarheid als kennis en waarheid als de zaak, de echte zaak. Het ware wordt dat vaak genoemd, maar dat laatste zal ik zoveel mogelijk vermijden. Dat is met weten verbonden. En Foucault behandelt in zijn eerste 10 jaar heel uitvoerig dat weten als een historisch gemaakt systeem. Dat in bepaalde eeuwen zus in elkaar zat en in andere eeuwen anders in elkaar zat. En dat andere regels had met betrekking tot wat waar kon zijn, wat waar genoemd mocht worden en wie daarover uitspraken mocht doen. Dus de zaak, degene die er iets van denkt te kennen en de autoriteit die daar iets van mag zeggen. En dan praat hij eigenlijk altijd in negatieve zin. Hij is een van de eerste wetenschapscritici die via de wetenschapsgeschiedenis laat zien dat dat weten met zijn waarheidspretentie bijna altijd, laat ik zeggen, krakkemikkig in elkaar zit en in ieder geval niet zo werkt als de wetenschap van zichzelf en de wetenschappers met name van zichzelf graag denken, namelijk dat ze steeds beter weten, dat ze keihard aan het werk zijn om steeds meer te ontdekken en nou ja, nog 3 stapjes en dan is de standaardtheorie klaar en nog even dat Higgs-deeltje ontdekken en dan is de standaardtheorie klaar en dan weten we eigenlijk alles. Foucault is een van de mensen die in de jaren 60 dit zelfbeeld van de wetenschap en van het weten onderuit haalt. Eigenlijk is hij dus heel kritisch over weten als waarheid. Dat kunt u hier zien. Volgens hem werkt die waarheid juist negatief. Waarheid werkt als een uitsluitingssysteem. Waarheid werkt namelijk altijd
met behulp van de tegenstelling waar en vals. En het ware wordt getoond en het valse, u ziet het daar op het plaatje, en het is duidelijk, dat kruis, dat kent iedereen, dat kruis, daarvan weet ook iedereen, dat rode kruis, dat is niet iets beschrijvends, dat is niet iets descriptiefs, dat is een eis. In het algemeen geformuleerd, dat is iets morens. Het valse mag niet. Toen straks was het ook duidelijk, iedereen van u weet dat. U wist het in ieder geval, je mag niet liegen. Dat is heel duidelijk. Dit, de waar-vals splitsing noemt Foucault dat, is een typische vorm van uitsluiting. Dat vertelt hij de hele jaren 70, 60. Heel duidelijk. De manier waarop in de wetenschap waarheid vastgelegd wordt, is in feite een uitsluitingssysteem. En het mooiste voorbeeld is zijn eerste boek, dat heet Geschiedenis van de Waanzin. En daarin laat hij zien hoe waanzin, whatever that may be, hoe dat in de zogenaamde klassieke tijd, 1700, tussen 1700 en 1800, opgevat wordt als iets wat buiten de reden valt, wat onredelijk is en wat per definitie onredelijk is. En daarom kan het eigenlijk dus niet gekend worden, maar daarom kan het dus ook geen waarheid hebben. Want alleen dat wat gekend wordt, dat wil zeggen dat wat door de reden gevat en begrepen wordt, kan waarheid zijn. Dus de waanzin wordt uitgesloten van het veld van waarheid. En daarmee, want waarheid werkt met de waar-valssplitsing, daarmee is het automatisch buiten dat veld gestoten. En dat wordt beschreven als een machtsexercitie. En daarmee heet het automatisch vals. En vals is niet alleen fout. Toevallig heb je je vergist. Vals is vals. En iedereen weet wat dat betekent. He? Mensen zijn vals, schilderijen zijn vals, maar uitspraken, he? Die dus eigenlijk de pretentie hebben om zich als waar voor te doen, die vals zijn, die zijn echt vals. Op dat moment ben je aan liegen. Al of niet bewust, he? Al of niet bedoeld liegen. Dus de waanzinnige die vertelt dat hij alles op de stemmen hoort en dat hij God gezien heeft en het licht gezien heeft, die praat vals. Dat is evident voor mij als waarheidsweter, als redelijk mens. Dat is het, de manier waarop eigenlijk Foucault bekend is geworden. Daarom zou het mensen die Foucault inmiddels veel gelezen hebben, moeten verbazen dat we nu ineens hier aankomen met iets wat heet de moed tot waarheid. He? Daarom was Laurens toch ook een klein beetje verbaasd dat ik die het alleen maar over gevangenissen, seks en wat was er nog meer wilde hebben, dat ik het nu ineens over waarheid wilde hebben. Nou, dat heeft met dat eerste systeem te maken. Maar dat heeft ook met het tweede element te maken. Bij kennis, bij weten, speelt altijd dat je oordelen hebt. In het filosofisch heet dat proposities. En een oordeel is een wilsact. In alle kentheorieën wordt dat uiteindelijk toegegeven. Iemand, de kenner, die velt een oordeel. En dat oordeel vellen, dat is een wilsact. Dus kennis is opgebouwd uit informatie, die wordt bij elkaar georganiseerd, die wordt getoetst en bekeken en die wordt uiteindelijk in de vorm van een uitspraak gegoten. En een uitspraak moet je dan nemen op zijn rechters, op zijn juridisch. Die wordt dus gegoten in de vorm van iemand die zegt, zo is het. Dat is een wilsuitspraak. Dat is een wilsdaad. Als je zegt, zo is het. En zo komt Foucault op zijn machtstheorie, waar hij daarna 15 jaar lang eigenlijk steeds mee bezig is geweest. Willen is oordelen. En oordelen toont een wil tot
weten, zegt hij. Maar eigenlijk, zegt hij, betekent dat toon een wil tot pacht. Op dat punt is Foucault een klip en klare Nietzsche-aanhanger. En wel een aanhanger van de Nietzsche zoals hij in de jaren 50 bekend is. Dat wil zeggen de Nietzsche die een aantal boeken geschreven heeft en die een groot nagelaten werk nagelaten heeft, De wil tot macht. Vanaf de jaren 70 wordt dat grote nagelaten werk De wil tot macht beschouwd als een falsificatie, gemaakt door zijn zus. namelijk samengesteld uit alle soorten aantekeningen. En worden die aantekeningen gewoon systematisch uitgegeven, gewoon chronologisch. Staat het boek De wil tot macht eigenlijk niet meer. In Foucault staat nog wel. En Foucault leest heel duidelijk dat willen, dat in dat oordelen zit, als, hij noemt dat volonté de savoir, wil tot waar, tot weten. Dat is ook de titel van zijn boek, zijn eerste deel van de geschiedenis van de seksualiteit. En hij beschouwt dat als wil tot macht. Wat doe je in dat waarheidswillen? In dat waarheidswillen ben je eigenlijk bezig met waarheid toe te voegen aan de kennis. Dus waarheid is niet alleen een in- en uitsluitingssysteem. Waarheid is iets wat zich oplegt aan de gegeven kennis. Je kunt zeggen dat is wat gebeurt in de zogenaamde verificatie, of in de toetsing. Je hebt van alles gelezen en bij elkaar gebruikt en zegt, nou is dit het nou? Weet ik nou echt dat het klopt? Ga je het nog eens keer bekijken. En op een gegeven moment zeg je, ja, het klopt. Het is een soort daad die bovenop die kennis eigenlijk komt. En in navolging van Nietzsche zegt Foucault, nee, dat is geen daad die bovenop de kennis komt. Dat is een daad die zich oplegt op de kennis. Dus in die zin bovenop komen. Het is een zich opleggen. Maar, en nou komt een heel nieuw punt, die toevoeging van waarheid aan wat er al is, onze overtuigingen, onze kennis, ons geloof, onze gebruiken, alles wat we doen, dat is iets nieuws. Waarheid is dus niet iets wat ontdekt wordt. Ik speel nu een beetje met woorden, maar de Griekse term aletheia, kun je vertalen, en de filosoof Heidegger en honderden filosofen die achter hem aanlopen, doen dat nog steeds, die zeggen aletheia betekent onverborgenheid. En wat is waarheid? Heidegger heeft ook een boek geschreven, dat heet Von Wesen der Wahrheit. Dat is dat wat er al is, waarheid is er al, ontdekken, blootleggen, open. Maken, zichtbaar maken. Dus eigenlijk draait het hele waarheidsspel in die filosofische opvatting om blinde, domme mensen, meestal zeggen ze blind, samen met Plato, u kent de grotvergelijking. Mensen zitten in een grot opgesloten en zien wat schaduwen, hè, in een grot, hè, die achter een doek wat dingen doen en ze denken dat dat de werkelijkheid is. Nou, de rest van het verhaal kent u wel. En als je het een beetje moreel wil maken, dan ben je dom. Want je denkt dat je ziet wat er echt is, maar in feite zie je een aftreksel van de aftreksel van de aftreksel. Eigenlijk zie je valse dingen. Schaduwen. Doxa, schijn. Foucault, en dat heeft hij duidelijk aan Nietzsche ontleend, maar dat zet hij zelf aan. En dat is de wending. Het nieuwe, denk ik, in de waarheidsdiscussie, wat Foucault aanbrengt en wat hij later verder gaat uitwerken, die zegt dat zich opleggen van de waarheid, dat is iets nieuws. Dat is een daad, dat is een gebeurtenis. Het Frans voor de gebeurtenis is evenement, daarom heb ik het maar even gebruikt. Evenement, dat is een gebeurtenis en hoe herken je een gebeurtenis? Omdat er net iets anders gebeurt dan wat er altijd al gebeurt. Als het gewoon doorgaat zoals het altijd doorgaat, dan zeg je niet, er is iets gebeurd. Maar als er iets anders gebeurt, dan is er sprake van een evenement. En wat is dat andere? Als je zegt, no,
dat is oude koek. Dan zit je in de Heidegger sloot. Als je zegt dat is nieuw, dan zit je op de verkeerweg. Dat is het belangrijkste punt. Als waarheid nieuw is en nieuw maakt, dan is het gekke dat je dus eigenlijk altijd in een historisch perspectief denkt. En dat is ook wat Foucault vanaf het begin doet. Als hij over filosofie praat, beoefent hij altijd geschiedenis. Vertelt hij altijd van toen was het zus, toen heeft meneer dat boek geschreven, later is dat boek gekomen. En kijk, daar wordt het heel anders beweerd en dat kan je op die en die manier verklaren. Eigenlijk wordt waarheid bij hem dus altijd gehistoriseerd. En dat is nogal logisch als waarheid een gebeurtenis is. Want een gebeurtenis, dat is dan typisch een historische term. Een gebeurtenis, zo meteen komt die term terug, maakt verschil. Is nieuw. En om het naar het laatste woord te leiden, een gebeurtenis laat iets anders zien. Waarheid is volgens Foucault zo georganiseerd. Waarheid is dus niet alleen een uitsluitingssysteem, daar begint hij mee, maar is een machtssysteem, zo vervolgt hij, om tenslotte te zeggen, is een systeem van het maken van iets nieuws. En het maken van iets nieuws is eigenlijk hetzelfde als het veranderen, of het andere tonen, maken, vinden, zichtbaar maken. Zichtbaar maken zou ik niet zeggen, want dan is het nieuw, dan is het er al. En het gaat erom dat dat andere juist er nog niet is, maar nu wel is. Wel komt. Dus je kunt niet zeggen dat het ontdekt wordt. Hè? Nee, dat het gevonden wordt. Nee, dat is het niet. Het is iets wat aan het komen is. Anders geformuleerd, waarheid. Waarheid in deze zin als iets nieuws. Als iets wat het veranderen, het andere is iets wat lijkt op een proces. En dat is de reden waarom Foucault spreekt, nooit over de waarheid spreekt, maar altijd spreekt over waarheid als een vertoog. Vertoog is de Nederlandse vertaling van discours. Zo noemt hij het in de jaren 60, 70. En later heet dat spreken. Een discours is een praktijk van spreken. En in een heel theoretisch boek, De Archeologie van het Weten, legt ik als volgt uit hoe een waarheidsvertoog in elkaar zit. In een waarheidsvertoog is er sprake van een spreker. Dat zegt hij dan al. Dus er wordt gesproken. Er wordt niet alleen geschreven of gedacht, er wordt gesproken. Die spreker zegt wat. Die zegt, dat is een uiting. In Frans heet dat een énoncé. En die uiting is in feite uniek. Elk woord wat ik nu aan het produceren ben, is nieuw. Het was er nog niet, en nu komt het. En ja, het komt gewoon. Want ik heb het niet eens, ik zit geen tekst voor te lezen. Het is er. Dus die uiting is eigenlijk het nieuwe, het evenementiële. Maar in die uiting zeg ik natuurlijk steeds wat. U snapt steeds redelijk goed wat ik zeg, omdat ik iets zeg. Ik ben niet alleen aan het zeggen, ik ben iets aan het zeggen. Dat heet de uitspraak. En dat verwijst naar die gewone bekende filosofische term, de propositie of het oordeel. Dat is de inhoud. En bij waarheidsvertogen gaat het om uitspraken die altijd onderworpen zijn aan de waar-valsplitsing. En die waar-valsplitsing, dat maakt het plaatje duidelijk, is niet alleen maar een constatering. Die is altijd moreel geladen. Wat fout is, dat mag niet. Ook al is het een vergissing, ook al is het toevallig gebeurd, dat maakt niet zoveel uit. Als het fout is, dan mag het niet. En dat toont zich het duidelijkst in dat verbod, wat iedereen vanaf je vierde jaar ongeveer kent, dat je niet mag liegen. Je moet de waarheid spreken. En in dat veld wat het waarheidsvertoog uitmaakt, is er altijd sprake van een positie. Van
van iemand die als autoriteit kan optreden. Iemand of een functie, of een, de wetenschap kan dat zijn, of de kerk, of de profeet, of de vorst. De vorst heeft ook heel lang geprobeerd het waarheidsspreken te monopoliseren. En er is altijd sprake van een toehoorder. Er is dus echt sprake van een gesprek. Een spreker die praat niet alleen met zichzelf, maar juist met anderen. En wat gebeurt er in dat waarheidsspreken? Nou, dat kunt u al ongeveer voorzien. In dat waarheidsspreken is iemand met anderen aan het spreken, eigenlijk om ze te overtuigen. Goed, hoe werkt dat nu? Nou, hier ziet u het, ik heb het eigenlijk allemaal al besproken. Maar ik heb nu even wat negatieve zaken ernaast gezet. Je kunt in zekere zin spreken over de ware zaak. Want je zegt altijd, iets is waar. He? Je zegt niet, ik ben waar, of ik zeg waar. Maar het is waar. En dat heeft een zekere absoluutheid. Laat ik zo zeggen, dat is iets wat zich opdringt. He? Je kunt daar niet onderuit, als het waar is. Ja, maar het is waar. En nou, ik hoef maar 3 minuten met mijn vrouw te staan discussiëren. En we zeggen dat steeds harder. Het is echt waar. He? En als we dan 5 minuten later zijn, dan gaat het, jij liegt. He? Nou, dat is het, ik moet zeggen, het opdringerige dat in het waarheidsspreken zit. Op zakelijk niveau zeggen we, het ware is het echte. En dat staat tegenover het onechte of het vals. Op ons kennisniveau zeggen we, we zijn zeker, dat er zeker van dat het zo is. Maar mag je ook zeggen, ik weet het niet. Ik twijfel, ben onzeker. Dat is niet rood. Dat is uitdrukkelijk positief onderdeel van het waarheidsspel waar ik het zo meteen met u over ga hebben. Maar een uitspraak die zichzelf stelt, zo is het, die staat heel duidelijk tegenover een foute uitspraak of een onware uitspraak. En een foute uitspraak of een gelogen uitspraak, formeel is dat natuurlijk heel verschillend. Maar dat is eigenlijk hetzelfde. Dat ziet u wanneer iemand onderzoeksgegevens uit zijn duim blijkt te zuigen. Overigens heel slim. 12, 20 jaar lang onderzoeksgegevens bedenkt. Fraude pleegt. Ja, heeft hij foute uitspraken gedaan? Ja, natuurlijk. Maar nee, hij heeft gelogen. En dat is... Dat maakt heel duidelijk de morele lading van het waarheidsspreken, want om die reden ligt hij eruit. En dat is waar we het over moeten gaan hebben. In het spreken is dat heel duidelijk aanwezig, in zekere zin in de eerlijkheid en waarachtigheid van de spreker. Maar dat is eigenlijk een tweede niveau. Foucault heeft het over een verdubbeling waarin de spreker zichzelf als waar of waarachtig of echt legt op of verbindt met de ware zaak. Dat is het tweede punt. In het waarheid spreken moet je niet alleen eerlijk zijn en waarachtig zijn, dat is het belangrijkste, dat staat tegenover liegen, maar moet je ook zakelijk zijn. En dat is het punt wat ik u vanavond een beetje wil invrijven. Je moet niet alleen zeggen dat je oprecht bent, nou, iedereen toont zich in ieder geval altijd oprecht in het waarheidsspel. Maar je moet ook zakelijk zijn. En heel veel mensen hebben de afgelopen 20, 30 jaar geleerd dat als je maar oprecht bent en jouw mening geeft, zoals jij je denkt, dat je dan waarheid spreekt. Jammer genoeg is dat op dat niet. Daar zullen we het zo meteen over hebben. Dus je moet in het waarheidsspel eerlijk zijn, maar ook zakelijk zijn. En het waarheidsspel of het waarheidsspreken, daarin moet je ook overtuigen. Je bent daar eigenlijk altijd aan het discussiëren. Waarheidsspreken is niet zeggen, zo is het. Waarheidsspreken is, volgens mij is het zo. Ja, volgens mij. Ja, eigenlijk schiet dat er automatisch in. Kijk maar, daar en daar en daar en daar. Zie je dat dan niet? Nee, ik zie het niet. En volgens mij klopt het ook niet wat jij zegt. Nou, het klopt wel,
kijk maar hier, kijk maar daar. Steeds ben je bezig met het heen en weer gaan, overtuigen, toetsen, vragen. En dat zit hier in de vierde bullet, dat is toetsend, ondervragend bezig zijn. Waar Foucault het vooral over heeft in deze colleges, is de derde bullet, het vrijmoediger zijn. Dat wil zeggen, het niet slaafs napraten. Het vrijmoedig zijn en wat het kost wanneer je vrijmoedig praat. Dat is namelijk de laatste bullet. Als je vrijmoedig praat, dan zet je altijd jezelf op het spel. Dus je toetst niet alleen dat wat je wil vertellen, maar je toetst tegelijk jezelf. Kortom, dat is eigenlijk het hele verhaal dat in dit boek verteld wordt, maar zeer uitvoerig en alleen maar aan de hand van Griekse teksten, maar het is heerlijk om te lezen, dat is het samenvallen van het eerlijk en waarachtig spreken, het zakelijk spreken, en als je dat goed doet, dan kan dat alleen maar in de vorm van het jezelf op het spel zetten. Foucault noemt dat dus, dat heet vrij spreken, parrhesia. En hij bespreekt eerst hoe dat politiek werkt. Dat is de adviseur die zich tegen de koning verzet. Of de burger die in de volksvergadering opstaat en zegt, ik wil vrijmoedig spreken. Dat betekent, ik wil zeggen waar het op staat. En die wordt dan heel vaak beschouwd als klokkenluider of als kwebbelaar. Oh, dan heb je hem weer met zijn verhaal over het milieu. Of dan heb je hem weer met zijn zoveelste vers. Van we moeten toch eerlijk, we moeten toch gelijk met elkaar omgaan. Vervolgens laat hij zien hoe dat vrijmoedig spreken in de filosofie terechtkomt. Dat is het verhaal van Socrates. Dat kunt u bij Plato lezen. Socrates was bezig vrijmoedig te spreken over wat? Over de waarheid. En hij liet in het spreken, al sprekend, al werkend met de mensen, zien hoe dat werkte en hoe je de waarheid, ja, in zekere zin kon ontdekken, hè, kon grijpen en tegelijk hoe veel trucs mensen uithaalden om eigenlijk daaraan te ontsnappen. En vervolgens, tenslotte, is dat vrijmoedig spreken te vinden in het spreken over je eigen leven. Niet over wat je leven is, maar hoe je leven moet veranderen, wat je bij de epicuristen en cynici terugvindt. Ik moet afronden. Hoe werkt waarheid spreken? Ik ga nu gewoon heel snel, maar dit zijn dingen, je kunt ze ook lezen, staan op de website. Foucault behandelt naast de wetenschap juist andere vormen van waarheid spreken en daarom leest hij vroeg Griekse teksten. Griekse teksten die voor de filosofische teksten van Plato en Aristoteles geschreven zijn, om te laten zien dat een van de belangrijkste vormen van waarheid spreken is het juridische spreken. Dat is het spreken voor de rechter en door de rechter. Bekentenis is een heel bekend voorbeeld dat hij aanhaalt in zijn boek over de seksualiteit als een vorm van waarheid spreken. Getuigen. Dat weet u allemaal, als u moet zweren, dan moet u zweren dat u de waarheid, de hele waarheid en slecht en niets anders dan de waarheid zult spreken. Althans in een Amerikaanse rechtbank. Dus getuigen is waarheid spreken. Maar ook het onderzoek dat plaatsvindt, dat heet waarheidsvinding. Dat is toetsen, vragen, zoeken. En uiteindelijk is het de rechter die het laatste woord heeft en wat doet hij? Die doet een uitspraak. Die uitspraak is een oordeel. In de wetenschap vind je variant er eigenlijk op. Dat betekent, je bent weten, dat betekent dat je eigenlijk altijd aan het meten bent, aan het maat voeren bent. Je bent een maat aan het zoeken. Maar je moet ook, je kunt nooit zeggen dat je het zomaar weet. Dat weten heeft altijd met onderzoek te maken en wel met toetsend, redenerend, kritisch, verifiërend onderzoek. Dat is het waarmaken. En dat zijn speciale vormen van waarheidsliturgie, noemt Foucault het, alerturgie, waarheidsliturgie, die heel bekend zijn en die we ook al eeuwenlang praktiseren. En dat is onderwijzen.
is een van de weinige vormen waar een meester mag optreden. Maar ieder onderwijzer weet dat wanneer hij meesterlijk bezig is, dat hij zichzelf dan op het spel aan het zetten is. En in het opvoeden dan mag het even. De eerste 4, 5 jaar. En daarna weet iedere baby wel dat hij niet mag liegen en dan moet het zelf doen. Waar Foucault het met name over, Foucault spreekt over die vormen kort, maar waar hij het met name over heeft, is het laatste, het vrijmoedig spreken, het zeggen wat erop staat in de publieke arena. En hij noemt dat het waarheid. Nou, dit sla ik ze over, want de tijd is al op. Hier zie je alle verschillende mensen die betrokken zijn. Waar het steeds op neerkomt is dat er speciale functies zijn van waarheidssprekers, maar dat er eigenlijk steeds opduikt dat elke mens over zichzelf, ten opzichte van zichzelf, waarheid moet spreken. Steeds als je met waarheid bezig bent, wordt altijd de vraag gesteld, en wie ben jij dan, dat je dat aan het doen bent? En, nou, dit is ook wel duidelijk gemaakt, maar dit gebruik heb ik nu nodig om over te gaan naar het laatste punt, wat je in het waarheidsspel mag moet doen. Ik heb moet cursief gezet, want het is een eis die met waarheid te maken heeft. Dat is, nou, ligt voor de hand, waarheid spreken. Je moet een standpunt innemen, een oordeel durven vellen. Dat is iets anders dan je mening hebben. Meningen zijn ook perfect. Dat is iets anders dan waarheid spreken. Je moet durven kritiek nemen en geven. Dat is simpel het onderzoeksbevel. Onderzoek alles en behoud het goede. Dat onderzoeken moet je echt doen. Dat betekent vooral dat je veel kritiek moet hebben, maar ook moet kunnen incasseren. Het verschil maken, dat is een beetje woordspelerig. Dat verschil, dat is het nieuwe. Dan krijgt het misschien wat meer klank. En de laatste twee zijn eigenlijk verwijzen naar dat andere en dat veranderen. Je moet je zorgen maken om, en dat is iets anders dan zorgen voor. Het eerste wat mensen invullen, je moet je zorgen maken om jezelf. Daar gaat het in dit laatste deel, de laatste 100 bladzijden van dit boek steeds over. Maar het is iets anders dan dat je zorgen moet voor jezelf. Foucault's wending naar de mens die zelf met zijn eigen waarachtigheid bezig is, is veel vaak vertaald met de term zelfzorg. Dat is een vervelende vertaling van een Frans souci de soi, waarbij dat de niet betekent de zorg voor jezelf, maar, en dat wordt in de laatste colleges prachtig duidelijk gemaakt, het gaat erom dat je je zorg moet maken om jezelf. Want waar ben jij? Wat is jouw waarheid? Dat merk je pas wanneer je zo in het waarheid spreken grenzen gaat overschrijden. Foucault gebruikt heel vaak het punt van waarheid transformeert, waarheid verandert. Nou, dat is logisch, hè? Als waarheid iets nieuws is, dan verandert er wat. Maar het is meer dan transformatie. Ik voeg daar graag het woord aan toe dat Foucault in zijn jeugdgeschrift heel veel gebruikt, transgressie. Waarheid eist het overschrijden van de grenzen. En pas dan zit je in een gebied waarvan je kunt zeggen, nu ben ik bezig te proberen om de waarheid te spreken. Dat is het gebied dat hier genoemd wordt. En dat is het gebied, dat kun je alleen maar het andere noemen, want het is er nog niet. Als het er is, dan was het al gegeven, was het al klaar. Waarom wordt het andere genoemd? Dat klinkt een beetje als een soort aparte zijnshorizon of zoiets, maar dat is niet de bedoeling. Dat zie je vooral als je de laatste zin goed leest. Waar het om gaat is, waarheid is juist niet zelf zijn, identiteit vaststellen, vasthouden aan wat is. Waarheid is... Nee, moet je het anders zeggen, waarheid is niet. Waarheid kan alleen de vorm hebben van de andere wereld, het andere leven. Waarheid spreken is een vormspel. Het is een spel waarin je een vorm geeft aan de wereld en aan jezelf. En het is een spel waarin je die vorm alleen maar geeft
wanneer je verder durft te gaan dan wat is, dan wat gegeven lijkt, dan wat in eerste instantie waar leek. En wat heeft dat nu met vrijheid te maken? Iets. Namelijk, om waarheid te kunnen spreken, moet je de ruimte hebben om als spreker te kunnen optreden. Dat is het recht. Maar dat is eigenlijk een plicht. Je moet waarheid spreken. Het recht en de plicht tot deelname aan het publieke. Het publieke debat. Ik heb daar vooral het politieke debat van gemaakt. Maar dat geldt ook voor een wetenschapper. Die heeft de plicht om publiek te zijn. Een wetenschapper die zijn geheime aantekeningen onder zijn keldertrap zit te maken en ze daar wegstopt. Die kan wel zeggen dat hij bezig is de waarheid te vinden, maar die doet niet mee aan het waarheidsspel. Je moet vrij zijn van die autoriteit. Of liever gezegd, in het moderne waarheidsspel is de spreker en de autoriteit zijn samengevoegd. Wij zijn allemaal godjes geworden, wij zijn allemaal wetenschappers geworden. We weten allemaal, als we het zelf niet weten, dan zoeken we het wel op internet. We weten allemaal wat het beste is. In die zin is het leergezag verdwenen. En is de censuur, nou niet altijd verdwenen, maar gaan we ervan uit dat de censuur verdwenen is. In die vorm is vrijheid van spreken een voorwaarde, een noodzakelijke voorwaarde, maar niet een voldoende voorwaarde. Om te denken wat je bent, te weten wat je bent en de waarheid over jezelf te zoeken eigenlijk. Maar niet zoeken in de zin van daar ligt hij en daar zul je hem vinden. Daarom zou ik eigenlijk liever zeggen om de waarheid te maken. En het is niet, want dat was wat de organisatoren mij vroegen, kun je dat van Foucault verbinden met het recht op vrije meningsuiting? Nee, dames en heren, dat kan ik eigenlijk niet, want het recht op vrije meningsuiting is een meningrecht, in ieder geval in het Nederlands. In het Engels niet, daar is het gewoon freedom of expression, hè, om je te uiten. Dat klopt, dat staat in het linkerrijk. Hè. Je hebt de ruimte nodig om je te kunnen uiten, maar niet de eigen mening. En dat is wat de Nederlandse, met name de Nederlandse politici, menen permanent te moeten roepen. Je bent dus ook niet vrij van de waarheidsdwang. Je kunt niet zeggen, ik ben vrij, want ik mag zeggen wat ik wil. Ik heb toch het recht op vrije meningsuiting. Niks ervan, je moet de waarheid spreken. Dat betekent dat in het vrij spreken de waar-valsplitsing altijd aan het werk blijft. Die werkt niet als een censuur, maar die werkt als een toetssysteem. En dat betekent dat je eigenlijk niet het onzin is om te zeggen, ik mag zeggen wat ik wil. He, dat hoor je veel mensen heel vaak zeggen wanneer ze de vrijheid van meningsuiting verdedigen. Ik mag zeggen wat ik wil. Ja, natuurlijk mag je zeggen wat je wil, maar dat is eigenlijk compleet oninteressant. Want je moet wel de waarheid spreken. En als je alleen maar zegt wat je wilt en niet de waarheid spreekt, dan is het een flatus foci, zoals dat netjes in het Latijn heet. En in het Nederlands heet dat een scheet. Oké, daarmee wilde ik eindigen, maar ik wil nu nog heel even deze tekst voorhouden. Kijk hem nog eens. Hij staat het allerlaatste stuk van het college van Foucault. Dan kunt u nog rustig doorlezen, hij is ietsjes anders vertaald. Waar het om gaat is dat de waarheid heb je nooit. Je kunt nooit zeggen dat je zelf de waarheid bent. Op het moment dat je zover bent, en dat gebeurt regelmatig. Regelmatig denk je, nou heb ik het gevonden. Of word je ineens verlicht en zit je erin. Hè? Op dat moment moet je jezelf gaan toetsen. Juist op dat moment steeds meer toetsen. Want op dat moment moet je vragen, waar zit de fout? Want waar het uiteindelijk om gaat is, je kunt alleen in de vorm van het andere en de vorm van het andere leven waarheid spreken. Dank u wel.